Helemaal. Vandaag heb ik voor jullie een outfit of the day filmpje. Aangezien het super mooi weer is, neem ik deze eventjes buiten op. Het is echt een super simpele outfit. Met dingen die je nu nog kan kopen. Dus dat leek me wel leuk om dingen te laten zien die je nog kan kopen. Anders is het zo stom van, dat heb ik vorig jaar gekocht. En als iemand dat dan super mooi vindt, dat hij dat dan niet meer kan kopen. Dus vandaar. Vandaag een heel korte zomerse outfit of the day. Zoals jullie zien, de zon straalt en oh, ik ben zo blij. Dus ja, ik ben ook heel zomers... Oh, dat is een beest op mij. Ik ben ook heel zomers aangekleed. Ik ga straks een terrasje doen. Gewoon leuk, gezellig. En ik heb me daarvoor klaargemaakt. Dus mijn make-up om te beginnen is echt super simpel. Ik heb een babycream gebruikt van Dior. Die heb ik al een tijdje liggen in mijn stash. Maar die was telkens te donker omdat ik nog zo bleek was van de winter. Maar ik ben nu een klein beetje bruiner. Dus nu kan het wel. Dus ik heb deze gebruikt met een klein beetje concealer en dan gewoon wat mascara aangebracht. En that's it. Mijn haar heb ik gekruld met krulspel. Ik had ze er misschien iets langer moeten inlaten, maar ik vind het uitgezakte wel een beetje... Het heeft iets effortless en iets alsof ik zo ben... Jullie zien de hond staan. Die kijkt waarschijnlijk heel raar. Kom eens hier. Kom eens hier. Dat is Chip. Ik weet niet of jullie die al hebben gezien. Maar dat is hem dus. Altijd even blij. Kijk eens. Dus wat ik nu aan het zeggen? Mijn haar. Ik vind het er heel effortless en zomers uitzien. En het heeft echt superveel volume gegeven hier van boven. Ik moet echt wel dringend naar de kapper voor mijn uitgroei te laten bijwerken. Maar dat ga ik volgende week doen. En dan de kleding. Ik heb gewoon een blouseje aan. Zo'n leuk houthakkershemdje van de H&M. En die was echt maar 7 euro of zo, of 9. Toen heb ik hem in de afprijzing zien staan, denk ik, voor 7 of zo. Dus, maar die zijn nog te koop. Ik heb ze nog gezien. Dus gewoon dit hemdje. Wacht, ik zal jullie eventjes neerzetten. Ik heb dat net al een beetje geprobeerd om jullie neer te zetten, maar jullie vielen om. Wacht hoor. Blijf staan, hè. Oké, dus dit hemdje. En dan heb ik er een shortje onderaan gedaan van Hollister. En het is zeg maar zo'n... een ombre shortje dat dus donker begint en dan licht eindigt van Hollister. En hier staat dan het kleine tekentje van Hollister. Maar het is eigenlijk zo kort aan mijn zakjes, dat die eronder uitkomen. Maar dat vind ik eigenlijk net wel leuk. Daarop heb ik dan dit hemdje gedaan. En dan als schoenen heb ik gewoon Havaianas lichtroze, omdat die passen bij het lichtroze dat hierin staat. Maar ze zijn al een beetje vuil. Ik heb er toen van die diamantjes op laten zitten. Maar omdat ze dus zeg maar zo licht zijn, staat je voet er heel snel in van het vuil. En ik krijg het er niet meer zo goed uit. Dus vandaar. En als oorbellen heb ik Swarovski bloemetjes die ik al een tijdje geleden voor kerst heb gekregen. Maar ik draag ze eigenlijk nooit zo heel veel. Dus dat vond ik vandaag wel een goed moment, aangezien het lekker weer is buiten. En, ik ben helemaal blij. Oh, het lucht me altijd zo op als je gewoon buiten kunt eten of gewoon buiten kunt staan zonder een dikke jas aan te doen. En het is nu trouwens, ik denk, kwart na... Het zal iets van 6:30 zijn, 6:15 zoiets. En ik kan nog steeds lekker buiten staan. En daar hebben we ook onze nieuwe aanwinst van de familie. Allee, is er nu al een tijdje bij. Felix, kom eens hier. Felix, toen is dat gaan zeggen. We komen even alle dieren tegen van het gezin hier. Felix! Hey! Het is een aandachtzoeker. En hij volgt je overal waar je gaat. Hey, jongen! Maar een beetje camera-schuw, precies. Meestal is hij iets aandachtvragender. Maar hem hebben we geadopteerd van iemand die hem niet meer wou. Dus hij was al volwassen bij ons gekomen. En hij was altijd zeg maar, binnen. Het was een huiskat geweest. Ja, wij hebben hem dan gewoon buiten gelaten, na een aantal weken binnen in het huis te wennen. En toen hij de eerste keer op het gras liep, was dat zo'n grappig gezicht. En hij vindt het nog altijd niet zo normaal hoor, het gras. Hé jongen? Ja. Dus ja, we hebben eigenlijk ook nog een kat, maar die zie ik eventjes niet. Dus die zal er wel niet zijn. Ja, dan hebben jullie toch ook al twee dieren van het gezin gezien. Kom eens. Kijk eens. Mwah. Ja. Ik ga je terug neerzetten, want je vindt het niet zo leuk, hè. Oké, ik hoop dat dit stuk niet echt super saai was. Maar zo hebben jullie die ook gezien. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat jullie requests achter.
Bij de comments, want ik ben altijd op zoek naar nieuwe dingen voor filmpjes of artikels, want ik ben de laatste tijd een beetje inspiratieloos. Dus alsjeblieft, help mij. Doe een duimpje omhoog als je deze filmpjes leuk vindt en gewoon van die praatfilmpjes leuk vindt. En dan zie ik jullie de volgende keer. Bye!